Nou, we hebben hier twee echte experts te pakken van de Shell. En hier wordt gezegd, vrouwen en mannen, wie rijdt er zuiniger? Is er al een soort conclusie getrokken? Ja, de eerste gedachte was van, nou, de vrouwen die rijden wat rustiger, dus zuiniger. Maar na een aantal wedstrijden die we hier al hebben gehouden, staan de mannen helaas toch met 62% voor. Dus ja, de conclusie hiervan is eigenlijk dat de mannen toch zuiniger rijden. Ja. Ook al wordt er anders verwacht. Wat doen ze anders? Heb je daar een idee van? Sneller schakelen, denk ik. Ja. Ja, en het optrekken bij de vrouwen, ja, soms vallen de motoren uit bij de vrouwen, dus ze slaan af. Ja, en dat kost gewoon een hele hoop brandstof en dat is, ja, dat is zonde voor de eigenaar. Dus vrouwen moeten eigenlijk beter leren rijden om het milieu te sparen? Ja, zoals het er nu uitziet hier eigenlijk wel, ja. Wat zouden ze eerst op moeten letten dan volgens jou? Ik begrijp dat dit natuurlijk niet heel erg goed geanalyseerd is, maar... Wat ze, denk ik, waar ze op zouden moeten letten is inderdaad het afslaan van de auto. Omdat dat gewoon heel veel brandstof kost. En ja, dat is dan weer, ja, dat kost dan weer extra energie. En ja, dat is dan weer minder zuinig. Oké, hartstikke bedankt. Super. Graag gedaan.